Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag, ik heb gisteren op 25/1/2023 heb ik iets besteld op de site van Max Verstappen, dus verstappen.com, nl.verstappen.com heb ik een pakketje besteld, heb ik iets besteld en wat heb ik besteld? Ik heb een polo van Red Bull Racing van 2022 besteld samen, dan krijg je er een fotokaartje bij ook van Max Verstappen. En ik heb die dus besteld op nl.verstappen.com. Die bestelling is net verzonden. Om 11:02 heb ik de mail gekregen dat verzonden is. Dus het is nu 26/1/2023. Om 11:02 heb ik de mail gekregen dat die verzonden is. En hopelijk komt die morgen nog in. Ja. Hij komt met DHL, dus ik denk dat DHL wel 1 à 2 dagen gaat duren. Ik hoop één dag natuurlijk. En ik ga eens zien. 49. Dat is mijn postcode 49. Planning wordt gemaakt, staat erbij. Zending nog niet ontvangen of verwerkt. Dus ik denk dat ze nog niet ontvangen hebben. Ik hoop dat dat... dat gaat waarschijnlijk met B-post komen. B-post, dat is morgen of maandag. Of zaterdag. Zaterdag gaat ook nog. Maar zaterdag kan ik niks opnemen, want dan ben ik naar Leuven. Ik ga naar OHL gaan zien. In het stadion tegen STVV, dat deze video online komt, dat is een weekje later. Ongeveer iets meer dan een weekje later. Die komt op dinsdag. Deze video komt al in november online. Dus dinsdag 7 november komt Dinsdag 7 februari komt deze video online. Dus heb ik al het uitgepakt en heb ik het waarschijnlijk al ooit eens gedragen. Of al in mijn kast liggen voor het raceseizoen van Formule 1. Dit is dus zo'n beetje, het eerste deel van deze video. Dat ik dus een bestelling heb gedaan bij nl.verstappen.com. En ik ben blij dat ik die bestelling heb kunnen doen. Want waarom zou ik geen bestelling doen bij de beste F1-coureur van de wereld? Twee keer op rij, dus waarom zou ik daar dan geen bestelling bij doen? Omdat ik dan zeg van, ik wil graag een polo. Ik dacht eerst een t-shirt te pakken, maar polo is zoveel mooier. En kan ik nog mee over de straat bijvoorbeeld. En heb ik dus besteld een polo van Red Bull Racing. Van het seizoen 2022. Dus het is onderweg mijn polo. Dus dat is onderweg. En hopelijk kan ik dus mijn polo heel snel ontvangen. Hopelijk al morgen. Maar dat is nog niet zeker of ik hem morgen ga hebben. Of dat ik hem zaterdag of zondag ga hebben. Of maandag. Maar dat gaan we nog wel zien. Maar deze video gaat sowieso verder gezet worden. En eerst is er een FIFA video geweest. Team 4 pack opening. En ik hoop dat ik een Team 4 gepakt heb. Het is nu donderdag. Volledig Team 4 komt deze avond om 7 uur in packs. Morgen is 12e man. Om 27:01 is 12e man in packs. En ga ik dus ook een Team 4 hopelijk packen. Ik heb nu ongeveer 77 packs klaarstaan. Voor dus een Team 4 te kunnen packen. Hopelijk pak ik er ook in. En hopelijk pak ik misschien een Haaland. Of een Messi. Of een De Bruyne. Of een Mbappé. Dat heb ik 2 jaar geleden. FIFA 21 geloof. Heb ik bij Footies. Dus Mbappé team hier gepakt. Die ging nog voor toen 500k of zo. Dus dat was eigenlijk wel een goede pool. En dan heb ik nog Ronaldo. Summerstars toen gepakt. Maar daar gaan we op terugkomen. We gaan die teams nog eens bekijken. Binnenkort. Na zoveel tijd. Gaan we die teams nog eens bekijken. Maar dit is dus een beetje een aankondiging video. Een unboxing video. Dus een unboxing gaat zo dadelijk gebeurd worden. In het volgende stukje. Dat gaat waarschijnlijk bij mij binnen een paar dagen. Let's go. Ja, boys and girls. Ik heb mijn pakketje van verstappen.com binnen. We gaan het dus open doen. Ik ben de verpakking aan het openen nu. Oh my god. De polo is binnen. Oh my god, de polo is binnen. Oh my god. Oh my god.
Maar wat zit er nog in de doos? Het kaartje van Verstappen. Lekker. En oh my god, wat een lekkere polo, joh. Oh my god, Red Bull Racing, let's go. Oh my god, wat een lekkere polo, jongen. Oef, oef. Red Bull Racing. Ik weet wat ik deze avond ga aandoen. Oh my god. Het is echt een nieuwe polo. Oh my god, Red Bull Racing. I like it. Thank you, Max Verstappen. For, yes, this beautiful polo shirt. Mobile One, Oracle, Red Bull. Yes, Hewlett Packard, HP. Echt. Like. Oh my actually living God. So beautiful. So fucking beautiful. You know. So fucking beautiful it is. Oh fucking shit, guys. It is so fucking beautiful. It is. So fucking beautiful. Yeah, let's go. De FIFA video wordt daarmee opgenomen, dus ja, let's go. And of course, I'm wearing it right now. En ja, ik ben het dus aan het dragen. En like. Oh my actually living fucking god. It's so beautiful. It's like with Tezos en Oracle op. Dus Oracle kunnen nooit fout gaan. Ik ben echt blij. En nog eens bedankt aan nl.stap.com voor de snelle levering van dit mooie polo shirt. En dan ja, zie ik jullie graag terug bij een nieuwe video. Het gaat vrijdag de FIFA video zijn, de Team of the Year pack opening. Dus ja, allee, ik denk dat deze video snel vooraan komt en dan de pack opening en daarna. Zullen we zien hoe dat het gaat lopen. Ik ben blij met deze polo shirt. Shoutout naar Verstappen. Shoutout naar de medewerkers van het team om Max Verstappen. Shoutout naar heel Red Bull. Voor deze mooie, mooie kwaliteit polo shirt. En dan zie ik jullie guys graag terug bij de FIFA video. Team of the Year stream. Team of the Year pack opening, sorry. Let's fucking go.